Vandaag een hele bijzondere dag op een hele bijzondere locatie ook. Namelijk de Hortus Botanicus. En daar zijn we voor alweer de tweede professional meeting van NL Green Label. En voor ons hebben de NL professionals een bijzondere plek. Het zijn namelijk vakmannen met een groen hart, hoveniersbedrijf, klein, maar ook heel groot met landelijke dekking. En samen denken we na over thema's als circulariteit, klimaatadaptief maken van de leefomgeving en eigenlijk de meerwaarde van groen. Super belangrijk, omdat zij ook verstand moeten hebben van ja, welke materialen kies je en welke keuze maak je om te komen tot duurzame tuinen, maar ook terreinen en zelfs hele wijken. Dus vier keer per jaar komen we samen, we delen kennis, we inspireren elkaar. En waar kan dat dan niet beter op een plek als de Hortus Botanicus? Of gaat creëren. En bijzonder omdat het Hoogheemraadschap in de basis een waterschap is. En wat het mooie is, normaal wat ik ervaar. Is nog steeds het geval. En eigenlijk simpel gezegd zijn we gewoon een levende database van plantmateriaal waar onderzoek mee gedaan wordt. En dat is soms wel een probleem als je bezoekers hebt die hier komen, die verwachten een keukenhof aan bloemen. En we hebben bijvoorbeeld een collectie met meer dan 4000 soorten orchideeën. En dan verwachten ze wat. Ze verwachten een kast die gewoon helemaal paars is van onder tot boven met de orchideeën. En dan zien ze niks. Tenminste, ze kijken niet goed. En totdat het onderzoek vormt en we erachter komen dat dit best wel een aparte plant is. Want als je namelijk doorzaagt, dan komt er groen sap uit. En dat sap bevat meer dan 20% nikkel. Je plant die neemt dat op uit de grond, de zogenaamde hyperaccumulator. Daar heb je verschillende soorten van en planten doen dat met verschillende metalen. Het kan nikkel zijn, maar bijvoorbeeld ook cadmium of zink. De rondleiding. Superleuk. Om de verandering te krijgen, ik heb hier de geschiedenis bij me. Ja. Dit is eigenlijk de eerste pot waar het mee begon. En die was het eerste jaar. Was die...